Rudy, ik zag jou net knipogen naar een blonde dame. Die kans laat ik niet ongemerkt voorbij gaan. Ik ga er even naast zitten. Ik ga niet eens vragen of ze het leuk vindt. Goedemorgen. Goedemorgen. Naast wie zit ik? Gerda Piersma. Gerda Piersma. Ik heb een heleboel vragen vaak in mijn arsenaal. Maar de eerste vraag is heel simpel. Waar ken jij Rudy van? Van mijn oude werkgever AG Zorgverzekeringen. Rudy heeft daar op het systeembeheer gewerkt. En ik heb ook jaren als applicatiebeheerster gewerkt. Oh, dus het was niet een zorgbehoeftige? Nee, niet in die zin, nee. Nee. En wat hield jouw werk daar precies in dan? Applicatiebeheer, dat is echt opleiding geven en testen van programmatuur. Mensen begeleiden en helpen op een werkplek met systeemproblemen. Ja. Ja. En dat is wat jij deed of is dat wat Rudy deed? Nee, Rudy deed echt systeembeheer, de hardware. Ja, dat zegt me allemaal niks, lieve mensen, want ik heb niks met die computers. Maar Rudy was de man van de hardware. Ja, klopt. Is die nog wel een beetje hoor. Ja, maar hij had toen al, ik ken hem al heel lang. Toen had hij al ambities met opnames maken enzovoort. Ja. Dat deed hij op het werk ook wel. Ja. Nou, hij doet het ook wel goed toch, of niet? Ja, prima. Hey, en waar ga je nu naartoe? Ik ga nu naar Sneek. Ik werk daar sinds 1 december bij een financieel en fiscaal bureau. En ik ben begonnen met een opleiding bedrijfseconomie. En het roer om, zeggen ze dan. Ja. Hè? Ja. Want wat is er dan zo anders aan het werk wat je nu gaat doen? Ik ben ook nog 10 jaar leidinggevende geweest, want applicatiebeheer dat was al eerder. En dat beviel me niet meer. Dus, bij wat voor instelling? Ook bij Agis. Ook bij Volgende station. Maar dat beviel me niet meer en ik wilde gewoon heel wat anders gaan doen. Ik heb zoiets van, ik ben nu nog jong genoeg, ja. Weer aan de studie en gewoon een andere richting. En wat houden je werkzaamheden dan straks in? Nou, dat is het maken van jaarrekeningen voor het MKB. En eventueel uitbreiden straks naar inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, dat soort dingen. Ja. Nou, dat klinkt heel ingewikkeld in mijn oren al. Ja, nou valt wel mee. Ja. Je moet wel een beetje rekenen kunnen. Ja. Dat klopt. Oké, okay. Oh, Rudy fluistert me nog een vraag in. Ben je ook verliefd, verloofd, getrouwd? Ik ben getrouwd, ja. Ja, al heel lang. Okay. 22 jaar, ja. Ja. Nou, ik zou zeggen, doe er nog 22 jaar bij. Werk ze vandaag en succes met je opleiding. Ja, dankjewel.